vandaag woensdag 8 april. En leuk dat je kijkt naar mijn derde dagelijkse vlog. Zo, ik kom eventjes niet uit mijn woorden. Ik ben echt pas net wakker. Het is nu namelijk 9:50 en ik heb om 10 uur online les voor een half uurtje. Het duurt maar tot 10:30. Dus vandaar dat ik gewoon nog in mijn pyjama in bed lig. Nou, niet in mijn pyjama, maar gewoon even in dat shirtje van gisteren. En dan ga ik zo meteen na die les ga ik lekker douchen. Als je nou heel veel zin hebt, ook in deze dagelijkse vlog, doe dan alvast je duimpje omhoog. En laat eventjes weten in de reacties wat jullie tot nu toe van de dagelijkse vlogs vinden. Ik hoop dat jullie ze natuurlijk heel erg leuk vinden. Maar ja, laat het hier gewoon eventjes weten. Volg me ook op Instagram als je dat nog niet doet. En dan gaan we beginnen met deze dag. Het eerste pakketje van de dag is binnen. Tada! Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. En daarna ga ik het ook al gelijk gebruiken, denk ik. Daar heb ik echt zoveel zin in. Oké, ik ga hier even neerzetten. Ik heb bij de Bijenkorf namelijk nieuwe make-up kwasten besteld. Ik heb de dozen opengemaakt. Het zijn niet de enige kwasten die ik heb besteld. Want ik heb ook nog op een andere webshop een paar Rue Technique kwasten besteld. En ook nog een nieuwe beauty blender van Rue Technique. Gewoon die spons. Voor nu is alleen eventjes het pakketje van de Bijenkorf is binnengekomen. En ik heb twee setjes besteld. Als eerste het oog. Setje of zo. Ik heb er echt de ballen verstand van. Maar ik had dus bijna geen oogschaduwkwasten. En ik heb wel een super mooi palet natuurlijk gisteren gekocht. Dus ik wil even wat oogschaduwkwasten hebben. Ik heb er namelijk één. Dus daar mocht wel weer wat bij. Dus die heb ik besteld. En bij de Bijenkorf waren deze nu €19 per stuk in plaats van 30. En ik denk dat als deze vlog online komt, dat die actie nog steeds loopt. Volgens mij is het gewoon een paasweekend actie. En paas is natuurlijk nog maandag. Dus dit setje was nu €19 bij de Bijenkorf. En dan heb ik ook nog een Face Ice Cheek Lip setje gekocht. Ik weet niet, ik vond er wel leuk uitzien. En deze was nu ook €19. En ik zal het er eventjes uithalen. En ik heb hier al een paar Rue Technique kwasten in zitten. Maar die zijn dus nog allemaal van de oude collectie. En dat kan je dus zien aan de kleur. Kijk, dit is van de oude collectie. En de nieuwe collectie is veel meer glimmend en niet zwart aan de onderkant en zo. Dit zijn de kwasten die in het ene paletje zitten. Oh, er zit ook een doosje bij die tweede. Maar dat doosje ga ik denk ik niet gebruiken. Dus dat is het eerste pakketje van vandaag wat is binnengekomen. En ik ben er heel erg blij mee. Want dan kan ik nu lekker mijn oogschaduw gaan doen. Ik kan dat kind stoppen buiten met huilen. Hij huilt echt al de hele ochtend. Ik word er zo lijp. Maar ik ga denk ik eerst eventjes mijn make-up doen. Of nou, make-up doen. Gewoon eventjes met mijn oogschaduw een beetje spelen. Want daar heb ik wel zin in. En dan ga ik daarna gewoon pas douchen. Want ja, ik ga die oogschaduw er daarna toch afhalen. Dus vind ik het een lekkerder gevoel om nu make-up te doen. Dan eraf te halen, dan te douchen. En dan een schoon gezicht te hebben. Dan nu te douchen, oogschaduw te doen, eraf te halen. En een beetje een half-half gezicht te hebben. Als je snapt wat ik bedoel. Ik heb eventjes het NYX palet er ook bij gepakt. Want ja, dat zijn toch wel een beetje dezelfde kleurtjes. Voor als je mijn vlog van gisteren niet gezien hebt. Ik heb een nieuw oogschaduwpalet. En ik ben er zo intens blij mee. Kijk nou eventjes hoe mooi. Tada, daar zijn jullie. Maar echt heel erg blij mee. Als je dus kijkt naar mijn NYX oogschaduwpalet. Merk je wel een beetje van wat voor soort kleuren ik hou. Maar daar ga ik nu een beetje mee spelen. Want daar heb ik wel zin in. Ja, ik ga niet trouwens heel mijn gezicht doen. Ik ga geen foundation opdoen of dingen. Ik ga gewoon alleen even een beetje met mijn ogen spelen. Daar heb ik gewoon zin in. Maar waar ga ik mee beginnen? Nou, laten we maar beginnen met een kleurtje voor op het ooglid. Ik heb eigenlijk hier een... Ja, ik gebruik deze altijd voor mijn wenkbrauwen. Ho. Maar die ga ik nu wel eventjes ook hiervoor gebruiken. Oh, ik vind deze wel mooi. En dat ga ik op mijn ooglid doen. Oké, zou ik hier een ander kwastje voor moeten pakken? Ik heb geen idee. Is hier überhaupt iets? Ja. Nou, laten we deze maar pakken dan. Geen idee waar dit voor is, maar een donkerder kleurtje. De derde of zo. Oeh, daar komt wel veel kleur vanaf. Je ziet ook echt niks meer van die eerste kleur, maar oké. Oké, maar ik vind dus altijd met oranje dat je ogen dus nog groener lijken. Oké, ik ga nu eventjes een glitterkleurtje aan het begin. Nee. Ik ga eerst even een donkerder kleurtje. Dit maar gewoon die eerstvolgende. Die ga ik in mijn crease doen. Oei. Het is er niet echt beter op gemaakt volgens mij.
op zich. Oké. Okay. Glitterkleurtje. Dit glitterkleurtje. Deze video moet je vooral niet kijken als je echt een ziek mooie ooglook wil leren. Dat kan ik namelijk niet. Ik wil maar gewoon wat aan proberen. Ik weet niet goed wat ik ervan vind. Ik moet nog even oefenen, denk ik. Oh, ik heb nog een kwast over. Daar kan ik nog wel wat mee misschien. Nou, op zich vind ik het nog best wel oké gelukt. Even kijken. Even dit ding weer dicht doen. Ik ga gewoon iedere dag een beetje proberen hiermee... Oh, nou, niet iedere dag. Dat is ook een beetje overdreven. Maar voor de volgende keer ga ik weer proberen te spelen met die rode kleurtjes of zo. En dan weer met alleen de bruine kleurtjes. En dan word ik er vanzelf een pro in. Oké, ik denk dat ik het er eventjes af ga halen. Ik vind het dan ook zo zonde dat mijn kwasten dan weer vies zijn. Ik heb ze van de week helemaal lekker gewassen en zo. Maar goed, ik ga eventjes dit er denk ik afhalen en douchen. Want er komt nog een keer een postbezorgertje. En die komt tussen 12 en 2. En het is nu 11:45. Dus ik ga eventjes snel douchen. Zodat ik die pakketjes gewoon lekker kan aannemen straks. En wat ga ik dan doen? Ja, ik ga eventjes mijn vlog bewerken voor morgen. Oh my god, over een kwartier komt mijn eerste dagelijkse vlog online. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik heb even lekker gedoucht. Ik heb mijn haar niet gewassen, want dat was nog niet nodig. Ik heb eventjes gewoon een heel simpel shirtje aangetrokken. En zo'n kort joggings broekje. Hij is wel een beetje gekromd in de was, maar oké. Okay. Ik ga nu lekker in de tuin zitten, een beetje bijkleuren. Of nou, ik ga eerst eventjes ontbijten. En dan ga ik ook in de tuin lekker mijn vlog die morgen online moet komen bewerken. Want ik heb wel zin om die te bewerken. En dat moet ook gewoon gebeuren. En in de tuin is dat natuurlijk nog een stukje extra lekker. Maar eerst gaan we natuurlijk nog even lekker wat te eten. Oh, wat erg. Ik had de deur gewoon open laten staan. Terwijl ik aan het douchen was. Maar oké. Okay. Volgens mij heeft er niemand ingebroken. Ik heb geen zin om echt een eitje te gaan koken door of zo. Of bakken. Dus ik ga gewoon weer lekker dat yoghurtje maken. Wat ik gisteren ook had als ontbijt. Met weer die Griekse yoghurt en aardbeidjes en bosbessen. Dus dat ga ik nu eventjes maken. Voor de mensen die de vlog gisteren niet hebben gezien en afvragen wat ik ontbijt. Ik ontbijt meestal van die bosbesjes. Dit zijn van die ingevroren bosbessen. Maar dan ontdooi ik ze eventjes in een magnetron. Met lekkere verse aardbeidjes. En dan doe ik er een beetje Griekse stel yoghurt doorheen. En dat vind ik echt heel erg lekker. Dit lekker opeten. Het tweede pakketje is binnen. Ik ben net klaar met het bewerken van de vlog voor morgen. Het is niet echt lekker licht. Ik hoop dat het blijft staan, want jullie staan op de bank. Dus als jullie vallen, heb ik echt een heel groot probleem. Maar ik twijfel of ik dit al aan jullie wil gaan laten zien. Want dit is de verf dus voor de schoenen die ik ga customizen. Ja, boeie, ik laat het wel gewoon zien. Okay. Oh, ik ben zo benieuwd. Oké, okay. Er zitten als eerst deze watjes in, die heb je dus nodig. En heel veel van dat piepschuim. Maar even kijken. Als eerst, ik heb trouwens de kleine potjes besteld. Want ik dacht, ja, ik kan wel de grote gaan bestellen. Maar wie zegt dat ik dit nog een keertje ga doen? Dus ik heb een matte finish. En het spul waar je van tevoren de schoenen mee moet schoonmaken. En dan heb ik nog vier kleurtjes. Oh ja, en ik had nog meer. Wacht. Ah. Ik heb zitten bakjes in waar ik de kleurtjes voor wat in kan doen of zo, denk ik dat het voor is. Ik had penselen besteld, want die had ik niet. En moet natuurlijk wel mooi die schoenen kunnen verven. Zo eentje besteld met zo'n plat dingetje. En zo'n heel dun stokje. Zodat ik gewoon goed en mooi bij de lijntjes kan. En dan heb ik de vier kleurtjes. En dat zijn deze kleuren. En misschien als je het nu zo ziet, denk je, jezus, wat heb jij een lelijke kleur uitgekozen. Maar ik heb dus op Pinterest een schoen gezien, die ook gecustomized was, ook die soort Nike. En dat vond ik zo gaaf geworden. Deze ga ik niet op de hele schoen doen, die felgroene, maar daar ga ik een beetje de lijntjes en zo mee doen. Maar de hele schoenen worden een beetje met deze pastelkleurtjes. Jullie zien het niet echt heel goed. Maar goed, dat zullen jullie allemaal wel zien als de schoenen er zijn en als ik ze kan gaan customizen. De kleuren zijn in ieder geval binnen en hier ben ik heel, heel erg blij mee. Die groen is wel echt heel erg fel. Maar die was ik toch niet van plan om op heel de schoenen te doen. Volgens mij hoor ik een PostNL bus. Ja, nog meer pakketjes. Ja, hij stopt hier voor de deur. Haha. Ik dacht dat er nog meer binnen zou komen.
Maar dat is niet zo. Maar oké, in ieder geval wel dit pakketje. En het is echt super snel binnen. Ik heb dat gisteren namelijk besteld. En dit is van Reiners Food Fashion. Ik heb al wel een aantal bikinis van Bio The Label. 3 volgens mij. Ja, ik heb er nu 3. En gisteren zag ik dus bij Reiners Food Fashion dat ze nu dus 60% korting hadden op alle bikinis van Bio The Label. En ik wilde heel erg graag de panterprint, alleen die hadden ze niet meer in mijn maat helaas. Dus ik heb een andere uitgekozen. Want een hele bikini was nu dus maar 38 euro. Terwijl normaal is een hele bikini volgens mij 90 euro of zo. Kijk nou hoe leuk dit kleurtje is voor als je straks lekker bruin bent in de zomer. Het zijn dus trouwens de bikinis van de vorige collectie. Maar kijk even hoe leuk dit kleurtje is. Heel erg leuk. En het topje kost normaal al... Kijk, staat dat erop? Ja, normaal is het topje dus al 46 euro. En nu heb je dus voor 38 euro een hele bikini. En daar heb ik dus ook het broekje van. Zo, deze lijkt groter dan de andere. Maar in ieder geval dus dit broekje erbij. En hier ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik nu 4 bikinis van Bio The Label. En ik heb dus ook nog een tegoed van Bio. Dus ik kan ook nog een andere bikini uitzoeken. Want ik had vorige keer een bikini teruggestuurd. Maar die was toen met korting of zo. Dus dan krijg je een tegoedkaart terug. Dus ik heb nog 90 euro om uit te geven. Maar ik weet gewoon niet welke bikini ik nog daarvan wil bestellen. Dus daar wacht ik gewoon nog eventjes mee. Totdat ik denk van, oh ja, die wil ik echt. Maar deze kleur vind ik heel erg leuk. Mijn vlog voor morgen is geüpload. En misschien zoals je kunt zien... Heb ik hier weer eventjes in de tuin gelegen. Met zonnebrand op natuurlijk. En ik ga weer verder in de tuin liggen. Ik ga vandaag eigenlijk echt niet veel doen. Ik verwacht straks nog wel een pakketje van Gooseberry. Dus dat zal ik dan wel aan jullie laten zien. Maar voor nu ga ik gewoon nog even lekker in de tuin liggen. Het is ook pas... Oh, het is al 2:30. Ik dacht dat het nog vroeger was. Maar ja, voor vandaag is gewoon lekker rustig, chill dagje. En mijn eerste dagelijkse vlog staat al 2 uur online. En ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik krijg wel echt alleen maar leuke reacties onder mijn video's. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik ben ook benieuwd wat jullie van mijn thumbnail vinden. Want dit is dus een soort van voordingetje wat ik dus voor iedere video... Ik kan wel even die van morgen laten zien. Even kijken. Bij die van morgen heb ik bijvoorbeeld ook zoiets. Alleen dan weer met een oogschaduwpalet en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Het is heel anders dan wat ik normaal doe. Maar ik vind het zo leuk. Dus ja, nou ja. Ik ga lekker met mijn laptop in de tuin liggen. Ik was gewoon helemaal vergeten dat het vandaag woensdag is. En dat er woensdag een nieuwe aflevering komt van de serie van Monica. Dus ik ga nu lekker als de wiede weer de tuin in. En die aflevering kijken. Ik liep dus echt... Ik was echt oprecht na. Ik ga even kijken hoe lang ik aan het kijken. Ik was volgens mij echt pas 5 minuten. Ja, ik was pas 2 minuten Monica aan het kijken. En ik had mijn shirt uitgedaan. Dus ik lag in mijn BH. En opeens ging de bel. En ik echt sprintte naar haar. Ik dacht, shit, ik heb geen shirt aan. Dus ik werd terug. Dus mijn shirt zit ook binnen buiten. Dus... Die ga ik even goed doen. Beter. Maar ik was de man van DHL. En volgens mij is dit een pakketje van Gooseberry. Want ik mocht daar wat bikinis uitzoeken. Dus die ga ik even... op bikinis. Een badpak. Dus die ga ik aan jullie laten zien. Zit in een heel zwart zakje. Oh my god. Ik heb er gewoon 3 gekregen. Ah! Oké. Okay. Ik heb dus 3 nieuwe Gooseberry badpakken. Ik zal beginnen met mijn favoriete kleur die ik hier nu zie liggen. En dat is deze blauwe. Kijk even hoe bizar mooi deze kleur is. Oh, en hoe leuk dit badpak ook is. Er zit hier dus een beest in het huis. En dat is heel irritant. Horen jullie hem? Oké. Maar in ieder geval dus deze. Ja, de kleur komt dus niet heel erg goed over. Ja, zo zie je hem. Echt onwijs, onwijs mooi. Ik zou aanraden een maatje groter te nemen. En goed bij die matentabel te kijken. Want ik heb een broekmaat normaal maat 36. En cupmaat 70C. En ik heb hier dus een N van nodig. En ik ben 1,60 meter. En kijk, zoals je ziet is die best wel kort. Dus deze heb ik als eerste. Dan een ander kleurtje die ik ook echt onwijs, onwijs mooi vind. Deze. Dit is meer een beetje, hoe heet het? Volgens mij heet die op de site Cranberry. Ik weet het niet. Maar in ieder geval is het dus een beetje een ja, oud roze kleurtje. Echt onwijs, onwijs mooi. Ook weer in een maatje M. En dan de laatste. En deze vind ik ook echt geweldig. Deze kleur. Het is een beetje een oranje kleurtje. Maar hoe mooi is dit als je bruin bent. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar het heeft dus allemaal een gouden afwerking. En oh, deze kleur is ook zo mooi. Ik zou echt
oprecht niet kunnen kiezen welke kleur ik het mooist vind. Nou, ik vind die blauwe toch wel ook echt heel erg mooi. Ja, zo zie je kleuren echt goed. Ik hoop zo. Kijk, ik weet natuurlijk dat de tijd waar we nu in zitten gewoon heel onzeker is voor alles en iedereen. En dat ik niet moet gaan uitkijken naar een vakantie. Want ik zou eigenlijk 10 augustus naar Bali gaan. Of dat doorgaat, weet ik niet. Ik hoop natuurlijk wel, want dan kan ik deze mooie badpakken meenemen. Maar als het niet doorgaat, snap ik dat ook heel goed. En dan verplaatsen we het gewoon naar volgend jaar. Dat is verder geen punt. Maar ik hoop natuurlijk gewoon dat het dit jaar door kan gaan. En dat over een paar maanden hier in Nederland alles weer normaal is. Maar als je het reëel bekijkt, is dat denk ik niet het geval. Over een paar maanden zullen we echt niet weer met z'n allen naar festivals kunnen, denk ik. Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik denk het niet. Maar ik hoop gewoon heel erg dat ik 10 augustus gewoon op vakantie naar Bali kan. En dat alles weer normaal is hier in Nederland en de rest van de wereld. En zo niet, dan verplaatsen we Bali naar 2021. Als dat hopelijk dan wel kan. Ik weet niet hoe andere mensen daarin staan, zeg maar, qua vakanties en zo. Of jullie al vakanties geboekt hebben. Milan en ik hebben echt al iets van 2 maanden Bali geboekt staan. We hebben alleen de vlucht pas geboekt. Dus nog niet te verblijven. Dat wilden we eigenlijk vorige maand gaan doen. Maar ja, toen kwam het hele, ja, hele gedoe wat nu speelt en zo. Dus wachten we nog eventjes met het boeken van verblijven. Dus voor nu hebben we alleen nog onze vlucht. Maar we hebben wel een annuleringsverzekering, gelukkig. En ja, als we het niet kunnen annuleren en we moeten de vlucht verplaatsen, dan verplaatsen we het gewoon naar volgend jaar. Zomer, want wil ik er allebei gewoon super graag naartoe. Hebben er allebei gewoon heel erg hard voor gespaard. Dus ik hoop dat het doorgaat. Maar zo niet, snappen we dat natuurlijk ook. Maar ja, we mogen natuurlijk wel een beetje blijven hopen. Kijk, deze had ik dus zelf al. Dit badpak van Gooseberry. Deze kleur, echt super mooie kleur. Beetje zelfde kleur als mijn kastje. Echt heel mooi. Ik wilde die badpakken eigenlijk laten zien terwijl ik ze aan had aan jullie. Maar toen viel mijn camera uit. En toen later, toen ik zat te denken, dacht ik van, ik vind het eigenlijk toch niet heel erg chill om helemaal in video, in badpak zo binnen op beeld kom ik. Ik weet niet, op vakantie is het toch gewoon anders als je lekker op het strand loopt en jezelf filmt, dan dat je in je kamer staat voor een spiegel en jezelf een beetje loopt te filmen. Dus ik zal wel eventjes een plaatje hier in beeld plakken van hoe ze staan. En eventjes linkjes ervan in de beschrijving, want ik ben er echt ontzettend blij mee. En ze hebben ook een Instagram pagina. En ze hebben ook lingerie in plaats van alleen swimwear. Dus dat zal ik allemaal eventjes in de beschrijving zetten. Mijn camera heeft echt maar een paar seconden in de oplader gezeten. Dus die ga ik weer eventjes terug in de oplader doen. Zo, het kon niet aan mijn woorden. En we gaan eventjes boodschappen doen voor het avondeten. En ik moet nog eventjes een pakketje op de post doen voor je night wardrobe. Dus dat is wat wij nu gaan doen. Want het is nu 5 uur dus. Andere 2 Riu Technics pakketjes zijn ook binnengekomen. Dus ik dacht, die laat ik nog eventjes aan jullie zien. Als eerste de powder brush waar ik het over had. Die heb ik gewoon losgekocht. Die zit verder niet in een pakket of zo. Heel mooi kwassie. Ik vind het ook wel mooi, die nieuwe verpakkingen en zo die ze hebben. En dan heb ik dus nog een pakketje. En dit is dus voor je gezicht en ogen. En er zit dus ook een nieuwe spons in. Die spons heb ik al. Die spons ga ik als backup in mijn la leggen. Totdat die ander, ja, niet meer kan, zeg maar. Maar echt een mooi pakketje. Er is mijn bakje met kwasten is weer aardig opnieuw en mooi gevuld. Daar ben ik heel blij mee. En als het goed is, waren dat alle pakketjes die voor vandaag binnenkwamen. Het is echt weer heel erg erg. Mio en ik hebben net boodschappen gedaan en we gaan wraps eten. Dus dat is heel erg lekker. Milan is beneden aan het koken, volgens mij. Wat goed! Wat gaat er mee doen dan? We gaan sporten in de tuin. Ik ga mezelf niet filmen, want ik zie eruit als een idioot als ik aan het sporten ben. Nou, dat ga ik dus allemaal niet gebruiken. Alleen dit is van mij. We zijn alweer een tijdje klaar met sporten eigenlijk. We gaan zo eventjes lekker douchen. En dan gaan we alweer slapen. Dus ik ga bij deze gelijk deze vlog voor vandaag weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat eventjes in de reacties weten wat jullie een fijne tijd vinden. Zeg maar hoe lang de vlog kan duren. Want eentje duurde nu 16 minuten. En de afgelopen 2 duurden 20 minuten. Maar ik weet niet of jullie 20 minuten te lang vinden. Dus laat eventjes weten in de reacties. Morgen ga ik, als het goed is, met Milan naar Zoe en Mark toe. Gaan we cocktails maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. En er is morgen een hele leuke Monkey Shop vlog voor jullie. Die ik ook kan laten zien. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!